Leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pad. Ik ben al een tijdje wakker. Precies. Ongeveer een kwartiertje of zo. Dus even lekker aangekleed. In bad geweest. Natuurlijk lekker altijd in bad. Lekker relaxen, heerlijk met mijn telefoon. Maar dan ga ik nu even lekker eten. Vandaag werken, laatste dag. En ik heb vandaag iets. Maar wil je weten wat er is? Blijf sowieso kijken. Dan zie je het. Dus je durft niet te zeggen wanneer, maar jullie zien het zo, weet je. Nou, ik durf ook niet te zeggen wanneer jullie het zien. Ik zeg gewoon, kijk lekker deze vlog af en dan geniet ervan. En ik hoop dat je er deze vlog tof voor jullie kan maken. Want ja, dat wil ik. Als jullie het leuk vinden, vind ik het mezelf ook leuk. Ja, dat is wel logisch. Dus dan ga ik nu even lekker naar beneden. Maar voordat ik naar beneden ga, ga ik eerst dit doen. Ik heb even lekker yoghurt met iets erin gemaakt. Ik weet eigenlijk alleen niet hoe dit heet. Echt heel faal voor mij. Maar... En even lekker chocomel. Nee, sorry. Dit is geen chocomel, dit is zo'n koffie. Ik dacht, kijk of jullie intrappen maar. Ik denk vast niet dat jullie in er hebben getrapt. Ik zei dat dit is chocomel. Maar ja. Dan ga ik nu even eten, lekker smullen. Ik heb echt best wel honger. En er zit ook lekker suiker erin. Is ook wel lekker, maar niet echt goed voor je natuurlijk. Maar ja. Als er nog meer zijn, heel veel dingen slecht voor je eigenlijk als je nadenkt. Volgens mij ja. Alles met te is gewoon te slecht. Dat wordt er vaak gezegd. Alles met te is slecht. Dus, dan ga ik er even lekker heerlijk even eten. Vandaag voor het volgende. Zuid-Korea houdt er rekening mee dat Noord-Korea de wisseling van de macht in Amerika gaat aanvallen om een raket af te vuren. Smaakt goed. Dan ga ik even lekker. Nou, we zijn even lekker heerlijk aan eten. Lekker patatjes. Lekker warm. Maar. Ik had het net over met mijn vader eigenlijk. Want als je 3 jaar ergens werkt, als het goed is, of is het nou gewoon niet bij alle waar je werkt? Is dat niet zo? Want 3 jaar werkt het dan. Als je ergens bij 3 jaar werkt, word je uitgestuurd. Tegenwoordig is dat nu. Volgens mij bij alle werk, niet dat. Is het dan bij alle werk of niet? Nou, in ieder geval als je bij mij werkt, en je werkt er 3 jaar. Je mag krijgen geen vast contract. Want als je ze nog een contract kon verbieden, moesten ze je vast contract geven. En dat doen ze niet meer. Dus voor mij is dat denk ik bij supermarkten dan. Bij mijn werk is het echt zo. Vast contract krijg je bijna meer. Nee, dat is zo inderdaad zo. Maar dat is sowieso bij 3 jaar. Dan moesten ze vast contract eigenlijk aanbieden. Bij 3 jaar. Toch? Heb jij nog een vast contract? Ik heb vast contract. Ja, ik hoorde, dus gewoon echt bij mijn werk, is echt 100% zeker, weet ik uit mijn hoofd, als je 3 jaar werkt al, word je gewoon weggestuurd. Omdat ze niet vast contract kunnen geven. Want dat mogen ze niet meer doen, van de hoofdkantoor bij op tijd. Dus eigenlijk kunnen wij als op het einde niet gaan doen. Misschien nu, weet ik niet. Dus ja, waarschijnlijk dat het nu bij alle winkels zijn, alle werk. Dat is wel goed, dus ga je gewoon vast contract. Nee, het maakt niet uit. Het maakt niet uit, ze doen het niet meer. Ik was de laatste, die vast contract kreeg. Ik ben de laatste, eigenlijk. Maar dan ga ik nog maar even lekker eten, lekker frietjes.
En dan ga ik zo meteen weg, want ja, verjaardag van. Oh, dan ga ik erheen. Ga ik lekker feesten. Ik heb er zin in. Dan gaan we nu erheen. Nou, ik ben nou onderweg naar Hans. Ga ik daar even naar mijn verjaardag toe. En ik doe, even lui. Ik ga met de roltrap. Ja, ik ben lui. Dus nou, we gaan maar even de feest vieren. En als jullie goed op hebben gelet, die vaak op boodschappen doen bij Albert Heijn of zo. Ja, in ieder geval bij Albert Heijn. Daar gaat basic dingen allemaal eruit. En ik hier random mensen allemaal fietsen staan. Ik weet niet waar ze zijn, maar ja. Dus, maar dan ga ik nu richting Hans. Ga ik daar lekker feest vieren. Ik heb er zin in. Maar ik dacht, ik ga alleen om de lui even de roltrap te pakken. En dan ga ik er richting Hans. Ga ik daar even feest vieren. Ik heb wel enorm zin in. Dus maar ja, dan ga ik even lekker richting Hans. Ik heb er nu zin in. Ik zag al dat er bier al was. Dus dat klinkt goed. Nou, niet echt dat ik bier drink of zo. Maar alle basic wat ik al eigenlijk over had, gaan allemaal echt uit. Een soort van, ze gaan eigenlijk, het plaatje wordt veranderd. En ja. Dus. Maar richting Hans toe. Maar basic gaat eigenlijk helemaal uit. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Niet basic. Ja, basic zelf ook eigenlijk worden, denk ik. Maar de prijzen zijn gewoon hetzelfde en ze zijn de verpakking veranderd. En als jullie goed opletten, tril mijn handen. Waarom komt dat? Omdat het gewoon echt enorm koud is. Dus maar dan ga ik nu richting Hans. Ik ben zo sexy. Alle mannen kijken als je kinder loopt. Het is niet voor niets, want je bent fantastisch. Door jouw donkere ogen is mijn lijf verdoofd. Nou, ik ben er aangekomen. Misschien heb je wel verteld. Ja, dankjewel voor de felicitaties allemaal. Nou, eentje heb ik eigenlijk gehoord, hè. Want die gaan jullie toevallig heel op mij. Die zeggen, ja, dat vind ik vast leuk als je hem feliciteert. Ja, ook de fanpagina. Ja, was echt leuk, man. Ah, ja. Heb je net twee cadeautjes gekregen? Wat heb je gekregen? Ja. Die laatste is van fijn, hoor. Deze vindt hij leuk. Deze vindt hij leuk, maar de ander vindt hij minder. Serieus, ben je vervanger? Ja, ik ben vervanger. Nu moet je opzuiken. Ik heb geen zout. Ik heb geen zout. Nee, je zit in een Ajax-club, dat gaat niet. Maar ik heb dat geen zout. Was gewoon niet. Dat weet je toch? Het zijn maar ik heb Jens Toornstra. Je moet een jas pakken op zaterdag. Echt? Jens Toornstra, dus ik was van Turiek op een grote rassen, hè? Zonder te hakken op Crazy on the Dance was een Ajax. Nee joh, weet je dat? Nou, dat staat er bij zo op in de vlog. Ik heb alleen niet gefilmd, maar... Oh, dit, als je al dat had, dan heb ik nog een keer de vlog kunnen gooien. Nee, ik ga nu geen kakkelak om een foto te nemen. Zal hij meteen een telefoon geweest. Die kleine maar, die vindt het wel... Maar dan gaan we even lekker een beetje bij me bij anders. Sowieso, man. Voel je een beetje aan? Zeker, zeker. Ja? Ja. Heb je al rimpels? Dat hadden we een keer over, die heeft naar de foto. Ja, zie je niet. Frans! Wat zeg je, Bert? Rikke! Er is! Er is! Er is!
Zeg het niet. Zeg het niet. Bert. Gaan we luisteren. En we hebben lekker pizza besteld. Huppatee, dan gaan we even lekker achter elkaar. Wee! Wee! We hebben dan lekker een feestje. Gezellig. Hé? Ik ben een pizza niet eens op, dat weet ik nou al. Hoe weet je dat? Heb je bewijs? Heb je bewijs? Ik was een kleine jongen van mijn 7 jaar. Mijn vader speelde accordeon. En ik speelde gitaar. Dat is mijn leven. Muziek. Ja, probeer jij het dan even. Nee, ik ga het zo gewoon. Ik ben niet heel wat ouder. En mee van muziek. Met je doen. Speelde een zieger. De melodie. S'avonds bij dan fonkelen de sterren. Ik word nog een keer één met de natuur. We zien nu en we dansen. Kijk de lichten mensen, fucking vet of niet? Kijk de lichten. Wat vinden jullie ervan, de lichten? Zo, zo, even lekker naar die pizza's. Kom, nonne. Zo, 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 we gaan lekker smullen. Zo. Heerlijk pizza eten, hè. Dan ga ik even lekker genieten natuurlijk. Ik moet maar eentje pakken. Jongens, eet dan. Jongens, eten. Dank je. Hartstikke idee. Ik moet zo even blijven. Dat is genoeg. Hallo pizza. Eet smakelijk! Mooi, ik ben al een tijdje thuis, net even snel geëdit nog, maar ik ben helemaal gesloopt. Dus nou, even kijken. Laat ik even lekker zitten op de stoel. Half 2 geweest. Dus dat betekent dat ik nu lekker ga slapen. Ja, morgen heb ik ook al iets. Dus morgen heb ik al een heel drukke dag. Dus of ik tijd heb voor te editen, dat is de tweede vraag, maar dat maakt niet uit. Jullie hebben helemaal geen last van. Ik merk wel het enigste. Dus, maar dan ga ik dat even snel doen. En ik wil even een dikke shout-out doen naar Maurits. Want ik vind het zo tof. Echt, uit mijn hart. Ik kan hier bijna echt van huilen. Dat meen ik serieus. Dat hij gewoon een profielfoto, dat ik met hem op met hem foto sta. Alles profielfoto. Dat vind ik zo tof van hem. Als je kijkt, Maurits. Tof van jou dat jij dat doet. Want ik kijk zo trots gewoon naar die foto. Ik denk van, ik kan gewoon niet geloven dat ik geaccepteerd word hoe ik ben. Ik ben gewoon onzeker zoals jullie weten. Hè? Voor mensen die het niet weten, nu weten jullie het niet. Maar dat ga ik u even trouwens even binnenkort over hebben. In mijn vlog. Oh nee, niet vlog. Apart video, maar dat ga ik morgen maken voor jullie. Dus ik zeg alvast, check het even. Wat ik nu ga doen is lekker slapen. Ik ben helemaal doodverrot. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blauw duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, abonneer dan even hier beneden vast. Dat zou heel tof zijn. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog. Om 6 uur. En dan zeg ik... Later!